Op de dag van de inauguratie van de nieuwe president vandaag is er met een graafmachine een groot gedeelte achter de Paramaribo Zoo, de cultuurtuinland, laan ontbost. Verschillende milieuorganisaties trokken aan de bel en ter plekke en waren dan ook ter plekke aanwezig. Cultuurtuin valt onder beheer van STINASU, Stichting Natuurbehoud Suriname, en bevat ook de gronden van Paramaribo Zoo, dierenasiel, 4 voetbalvelden en verschillende looppaden. Het bestuur wordt bepaald door de Surinaamse overheid via het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Financiering ervan vindt plaats door ecotourisme activiteiten en onder andere de Worldwide Fund for Nature, WWF. Het is de aanwezige milieuactivisten gelukt de graafmachine tot stilstaan te brengen. De operator vond het zelf erg dat het gebied werd ontbos. Hij kon wel niet zeggen wie zijn werkgever was en wie de nieuwe eigenaar is van de grond. STINASU is niet te bereiken voor verantwoording. Erlan Sleur van Stichting ProBios was een van de aanwezige mensen die er was om te protesteren. Met een drone is schatting gemaakt van de schade.